De marathon van Amersfoort 2012 wordt een groot evenement. Tijd voor Vathorst TV om op bezoek te gaan. We zitten hier vandaag van Vathorst TV bij de mensen van de marathon van Amersfoort. En ik zie hier aan tafel zitten Ben Stoelinga, dat is de voorzitter. Ik zie zitten Marten Meijer. En ik zit hier Tienke van der Wal. En hij noemt zich de Godfather. Ja, de Godfather. Ja, laten we zeggen, ik heb wel iets op het looggebied de naam gehoord. Nick Borsten. Ja, Nick Borsten. Nou, Nick Borsten, jij bent schijnbaar dan hier een van de oudste aanwezigen met betrekking tot de marathon verwezenlijking van Amersfoort. En hoe lang bestaat de marathon van Amersfoort? Nou, de marathon Amersfoort bestaat ook al vanaf 1978. Dan is de eerste marathon gehouden. De eerste marathon is gelopen vanaf de Stichtse Rotonde naar de Birka-Openeer, ongeveer. Oh. Dat was eigenlijk de oude marathon, dat is echt Amersfoort-Utrecht. Dat is de eerste editie geweest. Daarna zijn er een aantal edities geweest in de Treek. Vervolgens is de marathon verhuisd naar de toenmalige Holgerweg, zijn we toen gestart en gefinished. Nou, begin jaren 90 is eigenlijk de marathon uit Amersfoort verdwenen. De halve marathon is nog wel, tegenwoordig halve marathon nog land. Toen in 2006 is eigenlijk het idee in de kamer van de toenmalige wethouder sport Henk Brink geboren om de marathon Amersfoort in het jubileumjaar 2009 te organiseren. Nou, daar hebben we zeg maar 3 jaar over gedaan en durf ik te zeggen 2009 een aardig succes was. Het grootste sportevenement ooit in Amersfoort, het meeste aantal toeschouwers ooit. Nou, we hadden iets van ja, dat was zo'n gigantische klus, dat is gezegd van maar het durft eigenlijk niet meteen weer aan. Dus uiteindelijk nu toch weer 3 jaar later komt zeg maar nummer 2 van de nieuwe editie. Ja, aan. En het is een volle marathon? Ja, het is, gebruikelijk, wat net is met Marathon Utrecht vergelijkt, maar met Amsterdam. Het feest zelf, het hele grote feest, dat noemen we nu ook de marathon van Amersfoort. Ja. Maar eigenlijk hebben we het dan over verschillende afstanden. Ja. En je hebt natuurlijk de marathon zelf, dat is wat ik ook zeg, hè? De echte marathon deelnemers. Dat is die 42 kilometer. Maar we hebben ook de kidsrun, we hebben 5 kilometer gelopen, 10 kilometer gelopen, 21 kilometer. Ja, dus echt een breed loop van doelgroepen, jeugd, onderwijs. En er zitten ook moeilijke doelgroepen bij, ik denk aan voortgezet onderwijs. In de leeftijd tussen 12 en 16, 17 jaar. En die proberen we ook te bereiken via dit loopfeest. Dus we hebben speciaal voor scholen ook clinics. En wat laat je die lopen? Hoeveel kilometer? We hebben een school challenge, die is 5 kilometer. Die is speciaal voor het voortgezet onderwijs. Uiteraard kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs ook de 21 lopen of de 10. Maar voor scholen, als leerlingen zich aanmelden, kunnen ze de school aangeven. En dan lopen ze voor de school en dan gaan we ook kijken wie bijvoorbeeld de snelste school van Amersfoort is. Ja, die zet je in een soort competitie? Een soort eigen competitie. En dat doen we dus ook met de wijk, elke inwoner van Amersfoort. Moet ook zijn wijk aangeven waar die woont. En dat betekent dat je ook de snelste wijk van Amersfoort straks krijgt. En misschien wordt Vathorst dat en misschien sportief. Wijkclinic afgelopen zaterdag. En dan zie je dat mensen uit de buurt elkaar leren kennen. Dat is ook heel leuk. Dan geven elkaar een hand, stellen zich voor. Ja. Dus er worden contacten gelegd in de buurt. Maar ook mensen die zeggen: hey, wij gaan samen, of met het gezin, of met mensen uit de buurt, wij gaan samen een team vormen te lopen. Ja. Dat is ook heel leuk dat je mensen echt voor het eerst aan het lopen krijgt, of opnieuw aan het lopen krijgt. Maar dat komt natuurlijk omdat je het zo breed aanbiedt. En dat was de andere jaren niet zo? Nou, in 2009 is natuurlijk ook via scholen zijn de clinics gedaan. Ja. Alleen we zetten nu nog breder in, ook samen met de Alliantie bijvoorbeeld, op de wijken. Ja. Maar ook op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, proberen we zo Het moet eigenlijk een groot stadsfeest. Dat is wat we willen. Er zijn ook al gezinnen die zich gaan inschrijven. De kinderen via de basisschool, de ouders via de wijkteams en wat dan ook. Dus je krijgt echt een heel leuk stadsfeest. Wat de gemeente zo aanspreekt, en daar hebben ze ook een subsidie verleend, is dat het niet iets is wat naar topsporters alleen maar gaat, dat geld. Nee, het gaat allemaal naar de stad. Gaat naar de inwoners. Nou, want dat is altijd nog wel eens moeilijk natuurlijk, financiering en medewerking. Maar goed, je hebt de gemeente deze keer volledig mee. En dat betekent ook dat het iets makkelijker is om aan sponsors te komen. Ja, we hebben een aantal hoofdsponsors en ook een heleboel wat minder grote sponsors. Maar ook een heleboel sponsoren in het onderwijs, in Natura. We hebben een advocatenbureau wat ons ondersteunt bij onze contracten. Dus we hebben veel sponsors in Natura.
En veel grote sponsors die ons financieel steunen. En vrijwilligers, waar halen jullie die vandaan? Nou, vrijwilligers, dat weet ik en dat hebben we net al besproken. We hebben heel veel vrijwilligers. Ja, wij hebben zeg maar een. We hadden in 2009 1300 vrijwilligers. Nou, dat hebben we nu gezien. Het eerste, ik heb zeg maar het parcours gemaakt. In het eerste naar gekeken, dus hoe kunnen we nou zorgen dat we niet 1300 nodig hebben? Want dat is echt heel, dat is een mega plus. Dus we hebben nu waarschijnlijk de helft zo'n beetje nodig. Dat scheelt aanzienlijk. Okay. Nou, dat gaat via de verenigingen. Via Ravelijn ben ik bezig, dat is de verenigingsorganisatie. Ja. Ja, gewoon mensen die mij gewoon vragen of ze mogen helpen. Maar het is een grote klus en we willen zeg maar ook ja, gewoon de mensen iets teruggeven. En ook redelijk uniek, denk ik, dat iedereen die geholpen heeft, gaan we ze alle mee uit eten op het eind. Zeg maar zeggen. Dus zo'n buffet gaan we aanbieden voor alle mensen die die dag komen helpen. Dat ook de mensen die het leuke is dat dat buffet dan weer gemaakt wordt door het Leerhotel, ROC ASA, die gaan dus leerlingen. Gaan dat buffet voorbereiden en nou, op die manier proberen we dus met allerlei sponsoren, ROC ASA, ja, met vrijwilligers, met iedereen die in de stad bezig is, proberen we dat soort dingen te realiseren. Een soort met Ben aan tafel, in plaats van Sophie. Ja, en met Mick en met Marta en met Tineke. Ja, oké. Okay. Die lopen zeg maar om de haven en willen dit keer de start en finish dicht bij elkaar houden. Bij een haven? Ja, dan lopen we eigenlijk een rondje één haven. Ja, ja. Vervolgens beginnen om 10 uur de halve en de hele markt te starten tegelijk. Nou, zodra die weg zijn, dan komt vrij vlot de 5 kilometer achteraan. School challenge. Kwart over 10 is dat. En die zijn toen klaar op met de halve en de hele weer terugkomen. De hele loopt 2 rondes, de halve 1 ronde. En we hebben gekozen het keer, want vaak zie je bij zo'n marathon dat het op het einde met je doodbloed, natuurlijk logisch, er komen steeds mensen later binnen. Mm. Dus eigenlijk op het ultieme zeg maar, punt dat iedereen binnen is van de marathon. Dan om 3 uur 's middags beginnen met de 10 kilometer. Die gaat richting Noord. Dus ze schampen zeg maar vatters, ze komen naar Rijn, ja, klaar. Ja, ja. Dus, komen, ja, ja. Dus mensen vatters kunnen er komen kijken. En het idee zeg maar, is dat dan de 10 kilometer lopers komen direct wat dicht op elkaar binnen. Dat als ze de prijzen zijn van een uur of 4, dat er gewoon veel mensen zijn. Ja. Ja. En waar is start en finish? Start en finish is op het E-plein, Oliemolenkwartier. En ook daar is weer een verrassing. Hè? Ja. De stadskanoniers die de lopers gaan wegschieten. Ja. Inkleding met een echt kanon, dus dat wordt ook heel spannend. En wie ze gaan wegschieten, ja, dat is natuurlijk een grote verrassing. Over verbinden gesproken, wij zijn volgens mij de eerste organisatie die erin slaagt om cultuur en sport te verbinden in Amersfoort. Dat is voor mij, weet Ben ook wel, dat is een vrij unieke prestatie. Vind ik zelf, want we hebben de zaterdag en Storenpop, die laten allemaal spullen staan. En die gaan ook voor de zonne voor ons. Een heel muziekprogramma organiseren, die komt dus binnen. Dat is leuk. Zeg maar, ik hoop dat mensen de markt wel de tweede ronde in gaan. Ja, afslaan, ja, ja. Naar de Torenpop. Dan dansen wordt die daar nee, maar het idee is maar eens, dat je ziet bij veel wedstrijden. Dan kom je binnen op de koolsingel met een flesje en een medaille. En dan sta je daar tussen de hekken. Ja, dus is dood. Te doen. Ja, ja. En wij willen gewoon, je komt binnen zeg maar. Dan ga je naar het plein toe. En daar is ook muziek en van alles te doen. En dat het ook zeg maar gezellig wordt. Precies, het moet dus echt een stadsfeest worden. En mensen moeten ook in de stad blijven hangen. Moeten op de terrassen gaan zitten. Ja. En als het weer mee zit, ja, dan gaat het allemaal lukken. Ja. Nou, dat zit rond het Eemplein, denk ik. Ook het ASPA-fonds roept bijvoorbeeld basisscholen op. Dat gaan we ook in de mailing nog doen. Om als school bijvoorbeeld voor hun te lopen en dan samen zeg maar, geld op te halen voor het ASPA-fonds. Dus ja, we hopen dat de verbinding met lopen is natuurlijk logisch, hè? Met longen en verbinding met lopen. En lopen gezondheid. Dus we hopen dat dat ook voor hun een hele mooie dag gaat worden. Als je kijkt naar deze vooravond van de marathon 2012. Zijn er ook al ideeën toch naar 2013 toe? Nou, we zijn van plan om het om de 3 jaar te doen. Oké. Okay. En in de tussenliggende jaren willen wij cityruns organiseren. We willen dus de stad wel warm houden, ja, lopen. Ja. Maar zo'n evenement als dit, zo groot, willen wij om de 3 jaar doen. Okay. En dat doen we ook, omdat dit veel geld vraagt ook van de gemeente in dit geval. Mm-hmm. En we willen ook andere evenementen de kans geven om in de tussenliggende jaren uiteraard ook dingen te organiseren in de stad. Klinkt heel mooi en heel loffelijk. Jullie idealen zijn in ieder geval goed. Ik wens jullie heel veel succes. Maybe I need some rehab, or maybe just need some sleep. I got a sick obsession. I'm
geluid. Dus eigenlijk wel de uitdaging, worden ze de snelste wijk van Amersfoort? Denk het wel. We zijn snel groeiend en dan zullen vast ook snel lopend zijn. Ja. En de verwachting is natuurlijk dat er zoveel enthousiasme in Vathorst is dat jullie volgend jaar het parcours zullen aanpassen en inderdaad ook door Vathorst zullen komen. Jullie zijn in ieder geval bij deze uitgenodigd.